mensen van Dutch Gaming. Ik heb vandaag een afspraak bij de nieuwe baas van het leger. En ja, ik ga waarschijnlijk bij het leger solliciteren. Is dat, het wordt wel leuk. En ja, we gaan wel zien waar hij is. Ik hoop dat ik bij de legerbaas, dat hij daar is. Zal ik mijn politiegear dan nog wel even aantrekken. Want ik werk officieel nog bij de politie. Ja, met de EGS-shop gaat alles natuurlijk ook wel lekker. Maar ik moet wel even kijken, hè, waar het leger is. Ik heb hier mijn auto nog staan, bij mijn oude huis. Het blijkt wel weer dat Fijn erin heeft gereden, maar dat maakt niet uit. Hé, hey, daar heb je hem. Dat is Dinant, jongens. Kijk, hier zitten we vlak bij de legerbasis. Dat is hem. Het is heel klein wel, vind ik zelf. Zo. Ja. Oké, okay, kijken wat er allemaal aan de hand is. Hé, hey, dat is een raar gebouw. Hé, hey, daar staat ook wel iemand. Hallo meneer. Hallo. Ik heb een afspraak met de legerbaas, of bent u dat toevallig? Ja, dat ben ik. Gewoon naar een kantoortje dan om even mijn sollicitatie te bespreken? Ja, heel even wachten, meneer. Ik ben even wat aan het klaarzetten voor u. Oké. Oké, kom maar meneer mee. Blijft u hier maar staan. Ik ga even naar mijn computerdingetje. Oké, wat was u precies van plan met de legerbasis? Nou, ik, zeg maar, een legerbasis nou is klein. Ik wil er graag voor zorgen dat er ook weer mensen bij de leger komen. En dat er het legerbasis natuurlijk uitgebreid wordt door de bouwers. Want ik ben zeg maar ook burgemeester van Utopia en daar kan ik voor zorgen. Ja, oké. Dat is, oké. En, hoe ga je de uitbreiding aanpakken? Nou ja, met bouwers natuurlijk. Ik heb bouwers van hoge kwaliteit, zoals Cresta. Ik heb een vijje, ja, dat is best wel goed. Ik heb een soldaatje, ja, dat zijn best bouwers. Ja, dat heb ik begrepen inderdaad. Oké. En binnen hoeveel maanden denk je dat wij Dutchlands hebben? Dutchlands overvallen, bedoel je? Ja, want wij willen die graag. Ja, die stad is net nieuw, dus ik denk dat, goed dan, dat, dat alles wel goed komt. En dat we die stad binnen een paar dagen makkelijk hebben. Dat we die binnen 4 maanden sowieso hebben, dat mag alleen maar van de owners en de co-owners. We mogen pas Dutchlands binnenvallen in 4 maanden. Dat betekent trouwens, mensen, waarom Dutchlands binnenvallen, daar komt Brian ook random mee. Maar, zeg maar... Ja, dat is toch een goede vraag. Ja, daarom. Maar Dutchlands overvallen omdat er veel criminaliteit is. Dus, ja... Oh, Jordi is er. Ja, weet ik. Maar Brian, is dat goed genoeg om bij de dingen te... Heb je al verteld tegen Jordi waarom we dit doen trouwens? Ja, heb ik al gedaan. Ja, dat heb ik. Dus wacht even, ik ga je wat geven. Oké. Oh, ik heb legergear. Ik ben dus aangenomen. Ja. Yay. Dan pak je wapens maar. Je weet hoe het moet. Ja, ik weet hoe het moet. Nou, mensen, vond u deze video nou leuk dat ik gepromoveerd ben naar het leger? Rand ik even zeker een like op. En bedankt Brian natuurlijk ook om met deze video op te nemen. En dan checken wij jullie later. Later, boys.